Het Su4Su COVID-19 Support Fund heeft tot nu toe ruim 1,4 miljoen US dollar binnengehaald, bestemd voor de aankoop van medische apparatuur en andere benodigdheden in het kader van de coronacrisis. Telesuur en Stichting De Backlot gaan een gezamenlijke bijdrage leveren aan dit initiatief middels het organiseren van een telethon. Volgens Gino Rivos van De Backlot is de stichting benaderd door Staatsolie, Suriname Plastic Manufacturing en Fernandes Groep, door wie het fonds is opgericht. Om te doneren, en aangezien wij een stichting zijn en geen financiële bijdrage kunnen leveren, hebben wij de marketing- en communicatiecampagne op ons genomen, zegt Rivos. We hebben iedereen gebeld, we hebben ons heel netwerk ingezet. Uiteraard social media, dat is natuurlijk een beetje het makkelijkste. Maar we hebben alle tv-kanalen, alle radio en iedereen heeft meteen ook gezegd, we doen mee. Dus wij zorgen ervoor dat alle toezeggingen komen, alle bedrijven die toezeggingen doen, dat die ook natuurlijk hun waardering daarvoor krijgen. Maar ook alle artiesten, bekende mensen, minder bekende mensen die een video van ons opsturen om zeg maar een hartje onder de riem te steken, dat dat allemaal ook wordt uitgedragen. We hebben geen beoogd bedrag en dat hebben we niet voor deze zondag, maar ook niet voor de hele campagne. Het gaat er nu gewoon om dat er geld nodig is en we willen daar geen stop voor zetten. Al het geld is welkom, want mocht de coronavirus toeslaan zoals het in het buitenland in grote getallen heeft gedaan, dan hebben we gewoon echt financiële middelen nodig om medische middelen te kunnen aanschaffen. Volgens Nathalie Bloemenveld, marketingmedewerker van Telesuur, is de rol van het telecombedrijf het faciliteren van de telethon in samenwerking met ATV. De telethon zal live worden uitgezonden. Bloemenveld geeft aan wat de gemeenschap morgen mag verwachten. Een heel afwisselend programma tijdens de telethon. We zullen rekening houden sowieso met de COVID-19 protocollen. Maar er is een afwisselend programma van artiesten, maar ook van het DNV en alle andere actoren die tot dit geheel behoren. Morgen kunnen de mensen inbellen op het nummer 569111. En dan kunnen de mensen hun tarief of hun bedrag doorgeven om te doneren. Daarnaast is het ook mogelijk om te sms'en naar 3535, waarbij de mensen dus 5 SRD doneren aan Su4Su. En daarnaast is het ook nog mogelijk om via Unify P Plus te doneren. En waarom heeft Telesuur besloten om mee te doen aan this worthy cause? Telesuur is een bedrijf. Het gaat om een sociaal doel. Dit is een pandemie dat eigenlijk de hele wereld treft, maar ook Suriname. Dus Telesuur vindt het belangrijk om ook voor dit sociaal doel hun bijdrage te leveren. Nathalie Bloemenveld, marketingmedewerker van Telesuur. Zij sprak over de telethon die morgen wordt gehouden. De telethon begint om 14:00 middags en duurt tot en met 18:00 avonds.